What will happen then? The world will come to an end. Why? Domino-kai! Ik heb zin in pasta. Pasta. Oké, volgende opdracht. We gaan dus een dramatic reading doen. Je ziet de tekst nog niet veel. Van My Little Pony. En ondertussen gaat David volledig losgaan als Angry German Kid. Eerst gaan we dus even David filmen. Dan gaan we naar dramatic reading over. En dan gaan we ze samen filmen. Oké, eerst gaat Stefanie een inleiding geven op het dramatic reading stuk van Pony Dom. Okay. Once upon a time, in the magical land of Equestria, there were two regal sisters who ruled together and created harmony for all the land. To do this, the eldest daughter used her powers to raise the sun. That's mag niet klaar. The younger brother brought out the moon to begin the night. Thus, the two sisters maintained the balance for their kingdom and all the different. Moet dus nodig kunnen filmen. Ja. Blijf gaan, David. Ja. Anders is die combo, hè? I feel like I've heard one of those before, but where? Zo dramatischer. Everyone's having a little get-together in the West Castle courtyard. You wanna come? Oh, sorry, girls, I've got a lot of studying to catch up on. Sigh. Does that pony do anything except study? I think she's more interested in books than best friends. I've heard of the elements of harmony. Oh! Draai er een beetje naar mij. Spike! Where is Spike? I don't know right now. Oh, Grove. There you are. Quick, find me that old copy of Predictions and Prophecies. What's that for? Well, it was a gift from Moonmaster, but... Screech! Oh, Spike, you know we don't have time for that sort of thing. But we're on a break. No. Oh, Spike! It's over there. Watch! Elements! E! Aha! Elements of harmony! See! Mare and moon! Something. That's just an old pony's tail. Mare! Aha! The mare and the moon myth from olden pony times! A powerful pony wanted to rule Equestria defeated by the elements of harmony and person and moon! Legend has it that on the longest day of the 1000th year, the stars will aid in her escape and she will bring about... Nighttime eternal! Spike, do you know what this means? No, whoa! Smack! Oh, take a note, please, to the princess! Okie dokie. And now we're going to the princess, and there's the princess, hi princess. The angry... angry German princess. En dat was dus onze opdracht. Mooi in de regen. En met veel bijstaanders die aan het kijken zijn, door eruit en allemaal. Ongetwijfeld. Ja, oh, dat was dus de opdracht. Over en uit. Even overpoort filmen. Overpoort Carrefour. En Jan en ik. Hey. Goed, het is middernacht. We zijn vrij moe. En we gaan de Pokémon liedje zingen. Klaar? Ja. 1, 2, 3. I wanna be the very best. No one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide.
to fuck you mom, to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all. I know it's our destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Na na na, na 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 na. Pokemon, nog genoeg. Oké, we beginnen. Dat is dus Whack-a-Mole. Heel team zit in de dingen. Ze zien er allemaal heel aantrekkelijk uit. Ja. Oké, allemaal hoofdjes naar beneden. En laten we erom heen. Dit is een doos trouwens, ja. Begint er maar aan. Harder slaan, harder slaan. Sneller, sneller, sneller. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, wat bent David? Ja, oké, we hebben 30 minuten, dus... Oké. Okay. Oké, okay, dus... Wacht, ze zijn nog niet aan het filmen. Jawel, oké, okay, dus je zit op de radio. Oké, okay, dit is een announcement op de radio. Laat me zien! Dat jij nooit laat zien! Ik wil haar bijna leven! Laat! Ik wil haar bijna leven! Oh my god! Angry German people. Oké, maar... Kijk, heeft dus een betere versie gevonden van de Angry German kids. En nu de groetjes aan het winnen. De hun team. De moestaten. Where are you going?
Spanish Inquisition. Yeah. Knock knock. Who is that? Mary. Mary we? Merry Christmas! Yeah. Oh my god, you're running! Dit is de combo fruithoed, salami zwart, trouwens weer aan de blandijn, en David, die zelf een dans gaat maken op Big Booty Bitches. Oké, okay, ja! Big Booty Bitches! Ik geef het nou aan mijn liefde blandijn. Ik zweer dat ik jou nooit zal vergoten, en ik zal jou nooit bedriegen met een andere Booty Bitches. Zeker niet, Pipa. Ja, Stefanie, ga je aan. Ik zal jou voor eeuwig aanbidden. Ik zal voor eeuwig van jou houden. Ik ben allerliefste van jou. Oké, dat was het dan nog. Yes, loud and clear, please. So, go. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Go. Bacon. Okay, continue. 例えば焼き鳥や焼肉の中で使います。私はベーコンがあまり大好きじゃないよ。 Dus we gaan een combo uitvoeren van Troll in a Dungeon en Boombox is not a toy. Zoals je ziet, er zit wel degelijk volk. Boombox is not a toy! Troll in a Dungeon! Bij deze. Wie heeft een mooie tulband aan? En we zijn aan de outpost. Hallo. En ja, doe maar dan. Troll in the dungeon! Troll in the dungeon! Surprise, motherfucker! We gaan dus nu de Japanse anime dub met West-Vlaams accent doen.
Go. In de 22e eeuw werd de mensheid bedreigd totdat de genetisch gemaakte Hyper en Terran begonnen te vechten tegen hun bazen. Met dat gezegd bedacht een wetenschapper een plan voor de mens te redden te openen met zijn kleine Yakumo. Het kind aan het werk speciaals en werd in een coma gemapt voor als ze wakker wieren ze naar het eiligdom Shinzo kon gaan. De toekomst met al zijn vechten gaat gevaarlijk zijn, maar als ze in Shinzo geraakt, kan ze de vrede herstellen en de mensje redden. Mekker, al mijn eraf. Laat me zo een oorje mien, ik wil eraf of het hapje tandjes zien. Zet me bij mijn kloten. Wat gaat dat hier? Kijk me. Hè. Hier hangt de Hyper en Terran Hoesra, die hebben mij veuren gedaan als koning en het vret van de Sherry geschoept. Ja, die kleine hoop mes gedaan. Ja, laat me eraf, ik heb echt niet gedaan. Allee, we gaan eten. Hé, hey, ik wil je niet blijven bingelen. Wacht een keer. Help me. Laat me eraf. Zie me bij mijn kloten. Alsjeblieft. Help me, gelijk wien. Hé? Hey. Hé, Hida, merci, hé. Wat nog een beetje met mijn vrienden te bedanken. Ik weet niet of dat gelukt, maar ik ga mijn best te doen. Hé, beetje voorzichtig, hé. Dat is hier. Klets dit me aan. Ik ga het anders proberen. Ineke, ja. Do you believe in unicorns? Oui, ja. Een boombasnaar, zo! Oh, je moet wel doen. Ik heb het niet opnieuw gedaan. Maar je moet echt... Oh, leuk, wacht. Ik moet het sokken, hoe dat doen we nu de persoon. Oké. Oui, oui. Zaterdag middernacht, zoals je ziet.
ook hier, ja, middernacht. En we gaan de Pokémon Team Song doen. In combinatie met Going to the Store. Dat doen we dan bij de stad, hè? Searching far and wide. Moet ook zeggen, Nel, dat er is. Hou dat mee ook, hè? Kom, zingen, zingen, zingen. Selke, Kathleen, zingen. Zeg het voorzichtig. Wat meer naar achteren leunen ook. Nou, ja, ja. Gotta catch him up. Catch him up. Pokémon. Woehoe. Vanaf dan is dat ding zitten we in. Wat bij de film zijn we dus aan het wachten. We hebben onze beste vrienden zien verder going to the store naar de lift. En ze zouden normaal gezien elk moment naar beneden moeten komen. Ja, ze zijn te goed. Beweging met de lift. Wij moeten ook hier zingen, dat is niet fijn. Ja, niet. Pokémon, gotta catch them all. You teach me. Als ze nu een berg worden gereden, hè, ze. Pas op, zoetje. Meer beweging, meer handen, meer benen. Trillen, trillen dat lijf, trillen dat lijf. Ze hadden de schoen kwijt, goed bezig. Meer kappen. Dat is al niet zielig, het. Dat is niet. Allee, en nu al twee sad face omdat het pijn doet. Ik heb warm. En nu moet je dan punten vragen. Nu dat het er sad uitziet, moet je dan punten vragen. Mag ik extra punten alstublieft, omdat het zo pijn doet? En zo kunnen ook. Ik geef mij extra punten. Dat komt wel overtuigen, hè, maar bon. Bon, bon. Stefanie zet ook een keer wat extra punten. Ik krijg extra punten omdat ik hard gevallen ben bij mijn troll in de dungeon. Ja. Coca-Cola! Coca-Cola! Tja! Een koekertje! Een koekertje! Deze nog niet, want het was nog niet al bezig. Tjachi, tjachi, tjachi. Okay, go! Hi! Hi. Willen jullie mijn ballon lek trekken? Luider, luider, luider! Examens zijn zo tof. Schnitzel! Dichter, dichter. Zo wacht maandagavond te studeren. Dan ga ik slapen. La 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 la.
Ik verwacht dinsdagochtend te studeren. Dan verwacht ik dinsdagmiddag te studeren. Dan verwacht ik dinsdagavond te studeren. En dan ga ik slapen. La 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 la. Ik verwacht woensdagmorgen te studeren. Dan verwacht ik dinsdagmiddag te studeren. En dan nog woensdagavond en dan ga ik slapen. La 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 la. Ik verwacht donderdagmiddag te studeren. En misschien ook 's avonds. En dan neem ik pauze en dan ga ik slapen. La 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 la. Ja! Denk ik aan het filmen. Ja. Ja, niet te wild zijn. Ik vind dat je hem hebt. Maar je moet dat niet oppakken. Nee, ik ga niet oppakken, dat ben ik niet van plan. Ja, ik heb een schaap gevangen, denk ik. Goed. Ga je even wat doen? Over hier rustig blijven. Goed, gaan we eruit zitten. Hallo, ik ben Arne, ik heb een pensnoer, rood op een stok en een beret. Het is Sacrebleu. Oh, Sacrebleu, fan de fromage, ah oui. Kom aan Arne, ik ben aan het filmen. Wacht, ik heb die dragen. Dat is leuk. Start. Nee. Ik heb mij afstoten. Okay. Kom. Zeg wanneer, hè. Ja, start. Pieter Jan Sanne, jouw hoofd is mooier dan kaas. We eten graag kaas. Het is gelukt, hè. Ja. Die staat er. Je moet op mij gaan. Fantastisch! Ja! Start! Ik wil jou zeggen, jouw hoofd is mooier dan kaas, we eten graag kaas! Wie zijn vrouw was dat? Jana, reactie! Nee, stop met je ziet gewoon. Ja. Jana? Ja, wacht. Ja. Oké. Moet ik een duwtje geven? Piet, ja, zeg. Ja, hoofd is mooi dan kast. We eten graag. Au. Hé, je zat erin. Het was al zijn druk bij het was. Dat ben ik ook niet. Kun toekomen op de laatste seconde achteruit het heb geven. Het leven is een wandelende schaduw.
Zij is geen Brutus. Zij is hier zijn vrouwder. Peter, dat je nog niet gereden wordt voor mij wat dan ook te voeden. Daar werk je nog niet zit. Maar je hebt fantastisch heb hier. Het was prolijk, maar je hebt wel de heb hier. Goed hoor. Dus top. Ik kan deze niet overwinningen noemen. Ik kan mijn tong doen. Ja, ze lijkt wel samen. Verkoop niet bij een vermoosje. Ik kan niet stoppen met een curaçao te zien. En toch nog geen truc. Zeg me waar dat Mickey Moto is. Ga je Mickey Moto vermoorden of ga je hem duvelen? Ga je Tom beter voelen? Ga je mij vermoorden tot hem onder stoppen? En wat ga je Tom doen? Dat hun nog een inkeping op is dat de klok blijft tijden. The end is coming! The end is coming, I tell you! What about the broom? The end is coming, repent, you sinners! Repent! Repent! I tell you all! You're doomed! Oké, ik denk dat het niet strekt. Ik weet niet. Hey, we gaan van de trap met een matras en dat moesten zijn, dus ja. Denk dat. Wilt er iemand op het knopje drukken, alstublieft? Nu gewoon die doos oppakken. Ja, David, het is goed.
Thank you.
zou hem iets kunnen. Ja, lichtjes verrassen. Ik heb al gezegd dat jullie verantwoordelijk zijn, omdat ik nu niet... Ja, oké. Okay. Okay. Stefanie, de combo Japanse voedselanalyse en de heer Oel die gaat zeggen, bacon. Okay. Ik heb nu 1 minuut voor bacon te vertellen. Mmm, bacon. Ik heb het gevoel bacon.質問をしようして、ベーコンの秘密を明らかにします。最初の質問は、ベーコンはどこから来ましたか？答えは豚です。豚はベーコンを手掛けます。その理由でベーコンは農産物です。2つ目の質問は、ベーコンはどんな味がありますか？答えはいろいろな味。例えば、しょっぱいベーコンや Gambare. Ik vind dat hij zich even aan de zal te zeggen dat Japanologie daar niet kan. Mag ik daar niet zo'n ketchup deuntje op? Deuntje op? Ik vind dat wel leuk. Kan veilig. Oké, we beginnen. I have a cunning plan. Steek deze bal niet kapot met dit mes. En mijn aanslok. Maak me los! Mijn ballon, je bek al om je. Oké, dat was het dan. Dat is goed gelukt. Oké, Nonne Marie. Ja, voilà. I'm not afraid to die.